Schat ik de kans heel hoog in dat Griekenland iedere euro met rente terugbetaalt? Het antwoord is heel helder, ja. Tweede Kamer met grote tegenzin akkoord met miljardenlening aan Grieken. En verder in Over Den Haag vandaag. Griekenland belooft zelf zeer zwaar te bezuinigen, maar kan dat wel? En dan nu de eurocrisis. Met zeer grote tegenzin is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een miljardenlening aan Griekenland. En Nederland moet 4,7 miljard euro ophoesten. Maar de eurocrisis is daarmee nog lang niet bezworen. Wereldwijd blijven de aandelenkoersen dalen en is de euro flink verzwakt. Ook het Duitse parlement is door de bocht. 22 miljard euro moeten de Duitsers ophoesten. Martien van Winden is bij ons, directeur van een groot beleggingsfonds. Heeft u uw klant in het verleden wel eens aangeraden om te beleggen in Griekenland? Nee, nooit. Ik ken maar twee soorten solide obligaties. Dat zijn obligaties van de Nederlandse staat, dat zijn obligaties van de Zwitserse staat. Dat zijn de enige landen in de wereld die doorgaans hun schulden hebben terugbetaald en doorgaans hun rente hebben betaald. Maar minister De Jager van Financiën die zegt de hele dag, maar dat geld krijgen we terug, die 5 miljard. Daar is geen twijfel over mogelijk, nee. Dat is een klein spoor van twijfel. En de rente die vangen we ook nog. Dus we zijn beter af. Gelooft u hem? Ik geloof wel dat hij dat meent. Maar de vraag is of dat in de praktijk uitkomt. Als belegger zou ik niet direct in Griekse obligaties stappen. Ook al bieden ze hele hoge rente. En met mij alle grote beleggers in de wereld, denk ik, die stappen niet in Griekse obligaties. Dat is ook het probleem van dit moment. Dus als De Jager gelijk zou hebben, als iedereen zijn geld terug zou hebben, zou er een run komen op Griekse obligaties. Ja. Ik zie dat niet gebeuren. Nee, maar het is dus wel zo dat over de komende 3 jaar Europa 110 miljard euro investeert in het land. Met het idee dat dat goed komt en dat de redding nu nabij is. Ziet u die reddingsboei? Ik zie wel dat Griekenland op korte termijn even gesteund wordt. Op langere termijn zie ik grote problemen. We moeten niet vergeten dat Nederland een monetair paradijs is. Eeuwenlang kennen we extreem lage rente, eeuwenlang kennen we extreem lage inflatie en eeuwenlang hebben we een hele harde valuta. En in tegenstelling wat ik de heer De Jager net hoor vertellen, is een harde valuta juist erg goed voor je export. Een valuta laten devalueren, dat helpt op korte termijn voor de export, wordt een softdruk genoemd, dat helpt, geeft even verlichting. Op termijn leidt dat tot een daling van de export. Mooi voorbeeld zijn de Nederlandse snijbloemen. We zijn al sinds het eind van de 16e eeuw absoluut de nummer 1 op het gebied van snijbloemen. Terwijl we een hele dure munt hebben, een guur klimaat, dure infrastructuur. Toch zijn we absoluut de nummer 1 geworden, juist door die harde valuta. Want door die harde valuta zijn de Nederlandse snijbloemen kwekers gedwongen geweest zich op kwaliteit te richten. De kernvraag is natuurlijk, helpt dit? Is Griekenland vanavond gered? De leiders van de Europese Unie zitten bij elkaar in Brussel. Die hebben het over dit probleem. Denkt u dat dit geld, dit bedrag voldoende is om de crisis te laten verdampen? Nee, dat denk ik niet. Er zijn zulke enorme cultuurverschillen. Om een voorbeeld te noemen. Nederland kent het enige spaarpottenmuseum in de wereld. Uniek in de wereld. Ik weet het niet, maar ik neem aan dat Griekenland geen spaarpottenmuseum kent. Ze hebben daar prachtige musea, maar niet over spaarpotten. Dat is kenmerkend voor onze cultuur. Ook kenmerkend voor de Zwitserse cultuur. Ik zeg altijd, wij lijken veel meer op Zwitserland dan op alle andere landen binnen de Europese Unie. Beide landen zijn calvinistisch. Beide landen hebben eeuwenlang gestreefd naar een harde valuta. En streven naar een harde valuta is absolute topsport in de economie. Dat betekent absolute discipline aan de overheidskant. De overheid moet de uitgaven binnen de perken zien te houden. U zegt eigenlijk, wij kunnen het wel. Nederland, Zwitserland kan dat. Griekenland en de landen aan de Middellandse Zee hebben daar veel meer moeite mee. Maar nu zegt De Jager, ja, maar we geven dat geld niet in 1 keer. Dat doen we in 3 jaar in partjes. En ja, iedere keer als er iets fout gaat, ja, dan stopt het proces en dan staken, ja, we met die betalingen. Ja, dus we kunnen niet, ja, fout gaan. Ik meen me te herinneren dat we iets van 10 jaar geleden een prachtig stabiliteits- en groeipact hebben afgesloten. Met ook keiharde afspraken, volgens de heer Wellink destijds, afspraken in beton gegoten met allerlei boeteclausules. Die zijn weg. Daar is helemaal niets van terechtgekomen. Ja. Dus ik heb niet zoveel vertrouwen dat het nu wel lukt. Als u in de zetel zou zitten van minister De Jager, wat zou u vandaag doen? Als ik op de plaats zou zitten van minister De Jager, ik zou niet handen vasthouden met andere ministers van Financiën. Ik zou het eerst het beste vliegtuig pakken naar de Verenigde Staten. Ik zou overleg gaan voeren met Martin Feldstein, met bijvoorbeeld een Warren Buffett in Omaha, een van de werelds grote investeerders. Mensen die veel geld verdiend hebben. Mensen die veel geld verdiend hebben. Mensen die goede kijk hebben op de economie. Mensen die ook. Maar wat hebben die met ons te maken? Mensen die ook Obama hebben geadviseerd. En mensen die van afstand naar Europa kijken en juist door die afstand goed kunnen zien wat hier gebeurt. Ja, als je okay midden in Europa zit, heb je dat niet in de gaten. U gaat met de beste financiële experts ter wereld praten. En dan, wat is uw voorstel? Wat gaat u vandaag doen? U bent minister van Financiën. Wat moet er gebeuren? Ik denk dat ik
scenario's bekend zou maken. Voor mensen, als het misgaat, hebben we plan B. Als het ook nog misgaat, hebben we plan C. En dat zou ultiem kunnen zijn dat we uit de euro stappen en de gulden herinvoeren. Nou, dat, als Welling dat hoort, dan valt hij uit zijn kantoor. Dat is ondenkbaar dat dat nog gebeurt, toch? Dat zou kunnen. Nou, kan het praktisch eigenlijk? Kunnen we uit de euro? Het kan praktisch. We hebben nog een eigen betalingssysteem. We hebben een prachtige centrale bank in Amsterdam onder leiding van de heer Welling. Dus ieder land heeft nog zijn eigen centrale bank. We hebben ook eigen munten met de beeltenis van de koningin. We hebben eigen muntbiljetten met een specifieke code. En kan het? Mag het van de Europese Unie? Wij kunnen niet Griekenland eruit zetten. Bij mij weten is er geen belemmering om zelf uit de euro te stappen. En wat zou het effect zijn als we terug zouden gaan vandaag naar de gulden? Overigens een voorstel van PVV-voorman Geert Wilders, die wil dat ook. Ja, ik kom net terug uit de Verenigde Staten. Ik ken niet de laatste kleuring van het politieke landschap. Nou, ik meld het u even. Wat dat betreft heb ik alle vertrouwen in minister De Jager. Ik ben opgegroeid eigenlijk met de heren Zijlstra en Ruding. Die hebben mij eigenlijk gevormd en ik denk dat de heer De Jager in dezelfde traditie... Mijn vraag was, wat zou er gebeuren vandaag als Nederland uit de euro zou stappen en de gulden zou herintroduceren? Wat zou dat betekenen voor Nederland? Wat zou betekenen voor Nederland dat de run komt op Nederlandse obligaties? Uit het buitenland? Uit het buitenland. Dat betekent dat de rente hier fors kan dalen in Nederland. Goed voor de huizenbezitters, goed voor de hypotheekrente in Nederland. Dat betekent dat de nieuwe gulden... zal appreciëren ten opzichte van de bestaande euro. Dat is even pijn voor onze exporteurs. Op heel langere termijn biedt dat fantastische voordelen voor onze exporteurs. Want dat leidt weer tot lage inflatie, leidt weer tot lage rente. Kortom, dat zou kunnen leiden tot een zeer gezonde economie. U heeft dit plan eerder geïntroduceerd, een paar dagen geleden, in NRC Handelsblad. Hoe zijn de reacties daarop? Zeggen mensen, je bent helemaal gek geworden, het kan niet meer na 8 jaar, want zo lang bestaat de euro. Ja. Of is dit een oplossing uit de crisis alleen voor Nederland? Nou, ik was in Amerika toen het artikel verscheen en ik kreeg daar vrij positieve reacties van de Amerikanen. Ik heb daar eerder over gepubliceerd in 2000. Er is ook een congres omheen georganiseerd. Met hard gelach werd het ontvangen. En dat stemt me eigenlijk wel positief, want de heer Schopenhauer, de beroemde Duitse filosoof, die zei de waarheid komt in 3 stappen. Als eerste stap wordt er heel hard om gelachen, dus dat had ik in 2000, maakte ik dat mee. Stap 2 is dat het met klem wordt ontkend, dat maken we nu mee. En stap 3 is dat de terugkeer van de gulden als vanzelfsprekend wordt aanvaard. U ziet helemaal niets meer in de euro, u verwacht nog veel meer ellende, niet alleen in Griekenland, maar ook in Spanje, in Italië en Portugal? Spanje, Italië, Portugal. Een ander probleem is... Is het onafwendbaar, wat u zegt, ik kan me nauwelijks voorstellen, maar zegt u het is onafwendbaar, Nederland zal terug moeten naar de gulden of we storten ons mee in het ravijn van de landen aan de Middellandse Zee? Ik heb gezegd, de kredietcrisis gaat geruisloos over in een landencrisis. Dat hebben we nu? Dat hebben we nu. En de landencrisis zal geruisloos overgaan in een pensioencrisis. Een van onze disciplines is het opbouwen van pensioenen. Zoals hier in Zwitserland. We hebben zo'n 750 miljard euro aan pensioenen bij elkaar verzameld. Dat is uniek binnen Euroland. Alle andere Eurolanden, Spanje, Portugal, ook Duitsland, Frankrijk, hebben geen pensioenreserves. En vanaf dit jaar, daarom heb ik altijd gezegd, vanaf 2010 gaat het mis met de euro. Vanaf dit jaar gaat er naar ons bevolkingsexplosie met pensioen. Daar is in alle andere Eurolanden niet voor gereserveerd. Dat gaat tot grote problemen leiden. Dus als we nu niets doen, dan straks zullen we toch iets moeten gaan doen. Ook Duitsland zal op termijn in de problemen komen. U heeft geen enkel geloof meer in de euro. Dank voor uw verhaal. Ben benieuwd wat ermee gebeurt. We hadden u nog beloofd thuis dat we een gesprek zouden hebben met Jan-Peter Balkenende in Brussel. Bij de vergadering daar van de EU-leiders, die is uitgelopen. En hij zit dus nog in die vergadering en heeft voorlopig even geen tijd om ons te woord te staan. Dus...